nieuwe weekvlog. Het is maandag. Het is al namiddag. En ik ben tot nu toe helemaal vergeten om te vloggen. Het is dinsdagochtend. We zijn bijna klaar om naar school te gaan. Ik ga naar de basisschool, leer naar de peuterspeelzaal. En daarna krijg ik bezoek van Myrna. Myrna heeft een paar weken terug haar eerste vlog opgenomen. Superleuk. En ze zingt dan ook een stukje. Ze heeft echt een mooie stem. En ze komt dadelijk op bezoek. Visite. Want ze had wat vragen. Ze vond het leuk om even te sparren. Dus dat vind ik natuurlijk ook leuk. Lea is weer thuis. Was het leuk op school, meid? Ja. 3. 2. Nee, 1. Oké. Ik weet dat er mensen zijn die wat vraagtekens hebben bij onze manier van opvoeding omtrent het eten. We laten onze kids eigenlijk vrijwel altijd zelf kiezen hoeveel ze eten. Dat is ook iets wat ik in de opleiding heb meegekregen van als het open is. Wij kiezen wat ze eten en eigenlijk ook wel wanneer. Terwijl ze daar zelf ook wel wat inspraak in hebben, een beetje. Ja, pak nog. Pak maar. En een kind zelf kiest hoeveel het eet. Als ik naar mezelf kijk en ik kom bij een bepaalde drempel waarbij ik merk, ik zit vol, dan wil ik daar ook graag aan toegeven. En dan wil ik ook liever niet over die grens heen gaan om dan nog door te eten. En natuurlijk is het dan aan mij om niet te veel op te scheppen. En dat is een inzicht wat kinderen nog moeten leren. En ik was 4 maanden of zo, toen moest ik stoppen met borstvoeding. Kan ik nog wel eens uitleggen waarom. En geleidelijk aan zijn we dan begonnen met voeding, zoals potjes enzovoort. Maar hij kwam niet goed bij. Hij zat ook wat aan de ondergrens van de groeicurve op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment zijn we echt soort van gaan proppen. Dus gewoon hap, hap, hap. En dan gaf hij misschien wel eens aan zo van, ik wil niet meer. Maar we zijn dan door blijven gaan. Omdat hij niet echt extreem weigerde of zo. En toen kwam alles weer eruit. Dat hebben we echt een aantal keren gehad. En ik weet nog dat ik toen echt heb besloten van, nee. Hij geeft gewoon zelf aan hoeveel hij wilt eten. En ik ben dan wel iemand die dan op een dag vaak genoeg dingen aanbiedt. Ik probeer ook echt gezonde dingen in huis te halen. Zodat ik met name gezonde dingen kan aanbieden. En het is dan bewijzen van aan hem hoeveel hij wilt eten. En het is bij ons ook zo dat als ze voor het eten, voor het warme eten, iets anders willen hebben. Ja, snoep, dat wil ik dan gewoon niet. Maar stel, ze willen dan, weet ik het, een kaasblokje of fruit of zo. Meestal sta ik dat er gewoon toe, want dat is dan ook gewoon gezond. Natuurlijk stimuleren we ze wel van, hey, pak nog een hapje. Of is het echt het laatste? Zit je buikje al vol? En je merkt zelf ook wel het verschil met, zijn ze bezig met, ik wil eigenlijk liever dit gaan doen. In plaats van te eten. Dat heb je als ouder natuurlijk ook gewoon wel door. Maar van standaard, bordje leeg eten, dat is bij ons niet zo. Het probleem waar ik dan wel tegenaan liep, is dat je dan vaak restjes hebt. Wat doe je daar dan mee? Nou ja, ik heb mezelf eigen gemaakt omdat ik toch wil bijkomen. Dat ik gewoon, als ik nog trek heb, de restjes van mijn kinderen zelf opeet. Dat is in ieder geval ons idee hierachter. Moeten jullie kids wel de bordjes leeg eten? En wat is dan jullie filosofie daarachter? Ik vind het wel leuk om daar uitwisseling over te hebben. Maar niet in de trant van elkaar afschieten of zo, alsjeblieft. Maar in de trant van elkaar inspireren. Van hoe kan het ook en waarom doe ik het zoals ik het doe. Wil je die op een cracker of wil je hem zo? Wat ik trouwens ook geloof is dat je lichaam zelf heel goed aangeeft waar je lichaam behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als je verlangt naar een stuk, of je echt zin hebben in een stuk vlees, dan kan het best iets zijn van je lichaam dat aangeeft van dat je ijzer nodig hebt of zo. Ik heb zo honger. Ja, wat wil je nog eten dan, schat? Natuurlijk, zijn er ook een stuk verslavingen bij. Zo van als je de hele tijd verlangt naar snoep, dan ben je misschien echt verslaafd aan suiker of cafeïne als je naar koffie verlangt de hele tijd. Dus dat bedoel ik niet. Maar ja, wat betreft chocola kan het inderdaad zo zijn dat je chocola even nodig hebt. Want dan, in chocola zit ook gelukshormoon, hè? Dus op het moment dat je misschien niet zo lekker voelt of een rotdag hebt gehad en je verlangt dan naar chocola, dan kan het toch ook echt iets zijn van je lichaam dat aangeeft van ik heb even behoefte om me weer goed te voelen of zo. Dus ik geloof ook dat dat bij kinderen gewoon zo is. Of dat je hun dat op die manier leert. Dat ze mogen vertrouwen op hun lichaam. En wat hun lichaam hun aangeeft in als het gaat om wat ze willen eten. Maar ook hoeveel ze willen eten.
En ik heb zelfs gehoord op het moment dat het eten echt altijd een hekelpunt is. Dat je bijvoorbeeld telkens gedwongen wordt als kind om dingen op te eten. Of dingen te eten die je echt niet lust. Dat daar zelfs eetstoornissen uit voort kunnen komen. Ik weet niet of het echt één op... Natuurlijk is het niet één op één. Iedereen die zijn bordje leeg moest eten, dat die dan bulimia krijgt of zo. Maar uit onderzoek is wel gebleken dat bij mensen die het... die een eetstoornis hebben, dat er wel een samenhang vaak is met het eetgedrag vanuit thuis. Dus vond ik ook een goeie om ja, over na te denken. Nogmaals, het is allemaal niet zo zwart-wit natuurlijk, maar ja, goed om over dat soort dingen ook eens na te denken. Die van jou! Ja. Die? Nee. Daar liggen trouwens weer kleren voor de volgende logeerpartij. Oké. De verjaardagskaart. Nou jongens, het is een beetje chaotisch hier. Hier zijn de kinderen. We zijn even ik heel fout. Een konijn. Een konijnpaaskeekje. En mama is nog de tosti aan het eten die Nicky niet wil, die ik heb gemaakt. En we gaan even naar Brunsum. Om een cadeautje voor opa Hans te halen. Goed? Ja. Hebben jullie ideeën? Een reserve. Werkkoffer. Een reserve werkkoffer. Nou, we gaan eens even nadenken en kijken wat ze hebben. Goed? Mm-hmm. Wel een goed idee. Het is woensdagochtend. Vandaag is het 28 maart. En dat betekent dat Maarten en ik 16 jaar verkering hebben. 16 jaar geleden heeft Maarten mij een kusje gegeven. Een eerste kusje. Ik heb geen idee of we überhaupt eraan toe komen om dat vandaag te vieren. Volgens mij heeft Maarten het druk op het werk. We hebben vanmiddag een afspraak staan, een vergadering. We gaan van donderdag tot en met maandag logeren bij 2 of 3 verschillende gezinnen. Super gezellig, maar ook ja, best wat werk, want ik moet kijken wat ik allemaal ga inpakken. Want het is ook nog Pasen, dus er moet ook nog een beetje nette dingen zijn. Dus ja, we zijn lekker bezig en ik sta nu op de parkeerplaats van de Action te wachten tot die open gaat. En dan wil ik daar wat leuke presentjes kopen voor de gezinnen waar we naartoe gaan. Ik ben weer terug van de Action en ik laat jullie nou even zien wat het allemaal is. Voor baby Sen. Dit is voor mijn vader, die is morgen jarig. Hij is timmerman. En dit is ja, een gereedschapstas. Dus in plaats van een kist, een tas. Dat was Nicky's een idee om iets te halen voor het gereedschap in te doen. Ja, daar is Lea. Die is even aan het knutselen. Dan hebben we een cockpitspons. Om het cockpit schoon te maken met een vanillegeurtje. Papa houdt van snoepen. Dus dit is een pot waar die koekjes of drop in kan doen of iets anders. Voor Marielle, daar gaan we ook logeren met Pasen. Dan heb ik een desktop planner. Of een desk planner, zo moet ik het zeggen. Mooie pennen die daarbij passen en vegane chocola. Dit is trouwens niet van de Action, dit is van Duitsland. Voor Rutger hebben we een sport t-shirt gekocht. En voor Julia een set hebben we een stoffen tas met een schabloon. En daar zit ook textielverf bij. Kunnen ze een eigen tas ontwerpen. En heb ik nog textielmarkers erbij gehaald. Voor Amy hebben we zo'n, hoe heet zoiets ook alweer? Canvas, 3 canvasjes en hier allemaal verf, kleurtjes. Dan hebben we penseeltjes die daarbij horen en omdat we daar rond de Pasen zijn, wat paaseitjes. Voor mijn schoonmoeder Anneke wildflower mix, dus zaadjes voor wilde bloemetjes, massagebalsem en een hot ja, hete pleisters of warmtepleisters. Ze heeft wel eens last van haar nek en haar rug. Ik dacht, misschien helpt er dat. Voor mijn schoonvader Jan heb ik een sport-t-shirt gekocht. En zo'n heerlijk massageding voor je hoofd. Dit is echt... Oh, hebben jullie dat eens uitgeprobeerd? Dat is echt te gek. Voor onze kindjes heb ik een boekje gehaald. En wat shellpennen. Zodat als we ja, onderweg zijn dit weekend, dat ze gezellig wat kunnen kleuren. En dit is voor een van mijn guilty pleasures. Als kind en tiener maakte ik al heel graag van die armbandjes. En ik heb er al zo lang zin in om dat weer eens te gaan doen. Dus... ja, nu als de zon weer gaat schijnen en nu de kids waarschijnlijk iets beter zelfstandig kunnen spelen buiten, hoop ik dat ik dit lekker kan gaan doen. Dit waren de gelpennen. Dan wilde Lea mee aan de slag. En Lea heeft zelf deze uitgekozen. Ja. En die is ze nou aan het opplakken, schat. Ja, die moest ik toch wel zelf betalen. Hoeveel les heb ik gehad? Even rijden. Ik heb een week voordat ik 19 was.
Broer en zus praten lekker langs elkaar heen. Heerlijk. Nee, ik had mijn rijbewijs al toen ik 18 was. Zo hé. Hey. Nancy. Wat ben je doen? Ah, zo jaren 90, Nancy. Ja, is dat zo? Het enige wat ontbreekt is de zon. Die is een lekkere bad. Mag ik wel van jou? Ja, dat mag wel van mij met de laarsjes aan, hè? Wat is dat voor een dier? Ja, lammetje, schat. Een schaap. Hoi. Nee, ik doe niks hoor. Nee, ik doe niks. Och, nou ja, zeg hallo. Wat doet de ezel, schat? Weet het niet. Ik ook. Nee, schat, dat is een konijn. Dat is geen cavia. Ja. Goed zo, Lea. We waren gezellig met de putterspeelzaal van Lea op de kinderboerderij, zoals jullie zagen. Nu... Naar oma? Ja, we gaan nu naar oma. We gaan logeren bij oma. Vanavond. En de komende dagen. En dan gaan we vanmiddag naar de verjaardag van opa Hans. En vanavond naar de paasviering van Nicky. Zijn school waar Nicky gaat optreden. En zaterdag gaan we weer. Maar nu eerst even lekker opwarmen bij oma. Kijk eens jongens, dit kan mijn zusje nee. Dus. Wauw, welke dier? Welk zaktasje? Hey, goed idee. We zijn dus net bij het verjaardagsfeestje van opa Hans even geweest. En nu moesten we weer door, want nu begint over 20 minuten de paasviering. Van niks in school.